pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. We staan hier op het dak van het Grand Theater, waar Avalanche een preview geeft van wat er deze zomer gaat gebeuren bij Noorderzon. Hoe lang heb je op het dak gestaan? 2 uur precies, ja. Wat wou jij duidelijk maken met jouw performance? Ik wou vooral staan en wapperen. Het is ooit ontstaan doordat ik stof zo mooi organisch vind in de wind. En ik vind het ook een groot contrast met gebouwen eromheen. En mensen laten kijken, beter laten kijken naar hun omgeving. Ja. We staan hier met Mark van Avalanche en met Harmen van de Popfabriek uit Leeuwarden. Mark, wat is Avalanche? Avalanche is een project dat we met Noorderzon vorig jaar zijn opgestart. Eigenlijk met het idee van er zijn heel veel mensen bezig met audiovisuele kunst in het noorden van het Nederland. Dus ook in Friesland en Drenthe en Groningen. En er zijn wel presentatieplekken, maar niet per se hele prominente, niet heel veel prominente plekken. En daarom hebben we gezegd, nou, we gaan gewoon wat mensen ondersteunen en dan tot een soort van presentatie straks op Noorderzon in augustus. En vandaag hebben we een soort van preview daarvan in het Grand Theater. Jullie pitchen hier, dus dit is voor jullie school om jullie project duidelijker te maken, maar ook gedeeltelijk voor Noorderzon. Of jullie mee mogen doen, ja. Maar je weet dus niet wanneer je dat gaat horen. Nee. We weten ook nog niet precies wat we uiteindelijk gaan neerzetten met ons afstuderen, omdat we dus nog midden in het proces zitten. Het is voor ons ook een oefening geweest om naar een publiek je idee te pitchen en te tonen. Het was niet alleen zozeer voor Noorderzon, maar ook hoe ga je met het publiek om, hoe ga je met een toekomstig publiek om en om dat te leren. En Avalanche is een soort van stroming die heel veel met media werkt. En dat doen we dus sowieso niet allemaal, maar het is dus ook naast voor Noorderzon kant ook een manier om je te profileren als scenograaf. Ik heb nu iets bedacht wat ik nog niet echt op zo'n manier heb gepresenteerd. Dus voor mij is het echt uittesten hoe het publiek daarop reageert. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zo meteen even rondvragen. Hoe zat dat met die verf onder je voeten en dat het bleef hangen? Was dat ook de bedoeling? Dat was wel de bedoeling, maar ik had niet verwacht dat het allemaal bleef plakken. Het idee van die pitches is ook dat daar nog wat uitkomt bij Minerva. Dus, nou ja, met name dus die pitches, want ik vroeg aan die studenten, wanneer horen jullie dat dan? Ja. Ze zeiden, nou, het ging alle 5 ja. Ringen toch? Ja. Maar dat weet jij dus ook nog niet? Nee, ik bedoel, als Noorderzon zijn we nu met het programma druk bezig. Het main program is nu ongeveer klaar. Ik denk dat we nog tot vrij laat dingen toe gaan voegen aan Avalanche. Ook om die mensen nog de mogelijkheid te geven om eigenlijk op Noorderzon te staan. Ik wou je dus helpen, maar ik krijg er geen nuttige informatie uit, sorry. Het is ook nu nog wel vroeg, hè? We zijn nog halverwege de avond natuurlijk. Dus we moeten eerst kijken hoe het werkt. Oké, nou, we zullen zien over een uurtje of 2. Wie weet. Hou je van bier, Mark? Hou ik van, wat zeg je daar? Hou je van bier? Ja, ik lust wel een biertje, ja. Ja, ik weet het. Nu ook hem gewoon kopen. Ja. Yeah. We hebben vanavond staan Joost Maaskant. Die heeft ook een installatie boven gemaakt. Hoe ging je optreden? Ja, het was heel leuk. Het verbaasde me dat het gelukt is om in een zaal met alleen maar mensen die op stoelen zitten, om die toch het podium op te krijgen om dan te dansen. Omdat van de organisatie mochten mensen niet dansen op het podium, omdat de organisatie bang was dat mensen van het podium af zouden vallen. En dat is gewoon gelukt. Dus ja, ik vind er is ook niemand van het podium afgevallen? Nee, er is niemand van het podium afgevallen. Nee, zo zie je maar. Ik heb gelijk. Ik heb last van mijn been, van mijn paard heen. Van mijn paard heen, van mijn paard heen. Ik heb geen in mijn voeten, kan trompen dansen. Kan trompen dansen, kan trompen. Het doet zeer in mijn middel, kan drinksteken. Kan drinksteken, kan drinksteken. Ik heb last van mijn rug, kan het lopen breken. Kan het lopen breken, kan het lopen. Ik heb last van mijn been, van mijn paard heen. Van mijn paard heen, van mijn paard heen. Ik heb geen in mijn voeten, kan trompen dansen. Kan trompen dansen, kan trompen. Het was dus echt dope shit, ik kan er niks anders over zeggen. Wij dachten, het is de nieuwe Kraantje Papi of de nieuwe jeugd.
Waar haal je je klompen tulpen teksten vandaan? Vertel eens. Mijn show bestaat eigenlijk uit allemaal nummers die ik eigenlijk heel graag wil maken zelf. Dus nummers waarvan ik eigenlijk denk van ik wil heel graag een ska-nummer maken, een dubstep-nummer, een rap-nummer, een disco-nummer. En omdat we al die genres wel kennen en omdat beatboxers eigenlijk mensen zijn die genres imiteren, probeer ik er een soort ironie ook in te brengen, omdat ik eigenlijk vind dat alles is zo uitgemolken. Je kan net zo goed proberen een mooi contrast op een uitgemolken genre te maken door daar een soort bizarre tekst overheen te zeggen of door daar grapjes mee te maken. Wow, dat was echt goed. Zo, nou! We hebben een nieuw blaasorkest meegenomen. Die zul je zo op het podium gaan zien. Muziek. En jullie zijn allemaal hartstikke wit. Vertel eens, hoe komt het zo? Ja, dat is zo gekomen. Er heeft gewoon één iemand in Friesland gezegd, kom, we gaan een brassband oprichten. En in Friesland is eigenlijk de fanfare muziek en de Hava Braai is wel heel erg populair. Maar echt een Friese brassband bestond er niet. Gewoon de Amerikaanse stijl die je dan kunt knallen met z'n allen. Dat... Ja, maar ik moet echt denken aan New Orleans en dat soort dingen. En dan zie ik allemaal van die blonde koppies en zo. En dat is gewoon grappig. Ja, dat is mooi. Het is echt heel vet dit. Het is echt gaaf. In Nederland heb je er niet veel. Het is echt heel leuk. Wij zijn voor popcultuur en dat is wel wat meer dan alleen popmuziek inderdaad. Dus dat gaat ook met visuals, maar dat kan ook met dans gaan, met van alles. Dus wel wat breder dan alleen muziek. We gaan kijken wat vandaag gewoon heel goed gelukt is om te kijken wat eventueel ook in het Noorderplantsoen kan gaan staan in augustus. Is daar ook wel iets over te zeggen dan? Over Noorderzon straks? Ja, over. Hij zegt dus net, we hebben hier een paar acts staan en we gaan even kijken wat aanslaat en zo. Ja. En? Ik denk dat Sexton Creep sowieso wel terugkomt met deze film die speciaal eigenlijk gemaakt is voor Avalanche. Even zo, proostje. Dit is een geweldige biologisch biertje. Ja. Hoeveel heb je er inmiddels gehad? Twee, dus het is mijn tweede of mijn derde, denk ik. Is het genoeg om jou het antwoord te ontfutselen van wie naar het Noorderzon gaat? Van de dames van, en heren van Minerva? Nee, weet ik echt niet. Nee, ik weet het echt niet. Nee. Ja, dat is een beetje jammer. Maar goed, hij is wel lief verder, dus nou ja, daar doen we het dan mee. Afgelopen week was er het Festival van de Geest. Dat klinkt spiritueler dan het was, want kunst was uitgenodigd bij een culinair festijn in de Nieuwe Kerk, genaamd de Smaakverwarring. We hebben dit diner, de spel van de Smaakverwarring, georganiseerd in het kader van het Festival van de Geest. En het thema daarvan is spraakverwarring.
Dus verwarring alom. En deze keer vanavond over het eten. Waarom, wat is de reden dat u dit organiseert, dit festival? Een van de redenen van, om dit te organiseren is dat ik ervan overtuigd ben dat stad en kerk elkaar iets te vertellen hebben. En op het moment dat de kerk zich opsluit in zichzelf, dat alles verstoft, dat de kerk ook de eigen boodschap niet meer leert begrijpen. De kerk heeft de wereld gewoon nodig. En ik denk zelf ook andersom, dat laat maar zeggen, op het moment dat de wereld bezit neemt van de kerk, dat ze daar ook leuke dingen aan weten ontdekken. Ik bedoel, ieder mens is op dit moment op zoek naar zingeving, naar toekomst. En dat zullen we toch met elkaar moeten maken. Kan het eigenlijk wel een biertje drinken in de kerk? Absoluut, als je ziet wat hier in de kerk gebeurt, dat is helemaal geen probleem. Maar dat is een redelijke misvatting. Het is totaal heeft niks met de kerk te maken. We gebruiken gewoon, of misbruiken, gebruiken dit gebouw. En daar mogen we een hele week alles mee doen, behalve afbreken. Als je hier trapeze dames zou willen laten afdalen, mag het ook. Hi, je bent de kok voor de gerechten bij de Nieuwe Kerk, klopt ja, dat? Ja, klopt. En wat voor lekkers ben je allemaal aan het maken? Nou, op dit moment ben ik een hapje aan het maken. Dat serveren wij in een glaasje. Mm-hmm. Dat is gemaakt van kwartel, gemarineerd in mosterdzaad. Ja. En glasnoedel. En dat doen we zometeen aan een krokante lotuswortel op. Okay. En dat doen we als hapje doen we na de gazpacho die we net hebben uitgeserveerd in de kerk. Daar komt het tussengerecht. Kwartel. Oh. Er wordt zo nog uitgelegd wat het verder allemaal is. Hebben jullie ervoor wel? Ja. Ach, God, dat heb ik toch niet gekund denken dat dat... Ach, gosh. Maar wat doen jullie dat uitgebreid? Goh, dat heeft niet even zomaar plakjes toet en dan nog een slokje wijn. Dit ziet er goed uit. Dit is een met volkorenbroodje erbij. En soep. En als je nog meer bord nodig, komt er nog meer. Oh. En de soep wil kool. Oh, ik mag lekker opblijven, hè. Ja, ik zou niet doen. Het duurt genoeg geweest, denk ik. Ik vind het apart dat jullie zo erg op mij vinden. Dat vind ik nou bijzonder. Ja, we hebben het gelardeerd met... wat gekke dingen. Dus we hebben hier net Bertha uit Beerta gehad. Die probeerde om met ons een martinitoren te borduren in kruissteekjes. Wat wordt er allemaal georganiseerd deze week? Het is een programma met in de ochtenden vooral lezingen en debat. 'S Middags themagerichte programma's, doelgroepgerichte programma's. En 's avonds cultuuruitingen van poëzie tot muziek, jazz, theater... noem maar op. Dat zijn, dat zijn de dingen die hier gebeuren. Wat staat er nog meer op het menu? Als hoofdgerecht serveren we ook cola spareribs. Daar marineren we echt in cola. En we serveren ook een runderlende, gemarineerd in mosterdkruiden. En dan doen we een kaas witloofsaus bij. Het feest van Pinksteren. Waar gaat het eigenlijk over? Pinksteren is de geest. En wat zie ik hier? Het vlees. Overal het vlees. En niet de geest. Het gaat om de geest. Ik dacht hier een festival van de geest mee te maken, maar wat zie ik? Vlees. Gemeente des Heren, u moet oppassen voor die vleeselijke lusten. Ik denk dat het verstandig is dat ik mij daarboven vervoeg en dat ik u een stuk uit een brief van Paulus voorlees. Dat lijkt me een juiste daad. En wat voor toetje krijgen ze? Ze krijgen als dessert krijgen ze tijmbarbara, frambozenbarbara en een omeletje bérignon. Gemaakt van asperge parfait. En heeft u lekker gegeten? Tot nu toe, ja. Ja, okay. Ik ben benieuwd naar de verwarring. Ik wil eigenlijk wel heel erg in verwarring gebracht worden. En bent u nog niet genoeg in verwarring gebracht? Nee, absoluut meer. Is meer voor nodig. Ja. En bent u ook in verwarring geraakt door het eten? Ja, wel door de koude soep. Ja. Ja. Erg verwarrend. Erg in verwarring gebracht. Wat vinden jullie van dit initiatief? Ja, heel leuk. Ja.
Gaan jullie nog naar meer dingen van het festival? Want het loopt natuurlijk een week. Ja, ik moet werken. Ook over, al die lezingen zijn overdag. Ja, maar jouw moeder is er wel een paar keer geweest, hè? Ja. In de week. Ja, maar het is wel iets voor mensen die niet werken, denk ik. Omdat het overdag is. Vrij nemen hiervoor. Nee, ja, dat zou ik niet doen. Meneer, wat vindt u van deze avond? Ik vind het erg verrassend. En ja, dingen die je niet verwacht. Het kan allemaal, het gebeurt allemaal. Heel leuk, ja. En u bent in verwarring geraakt door het eten? Ja, ik ben wel in verwarring geraakt door het eten, ja. Maar wel aangenaam verrast. Denkt u dat dergelijke festiviteiten de kerkgang zal bevorderen? Nou, dat gaat me niet om. Maar het is in ieder geval leuk dat het hier kan plaatsvinden. En dat er een link is ook op andere manieren met het gewone leven, ja. Het is natuurlijk een mooie, mooie locatie, inderdaad. Ja, een geweldige ruimte, toch? Geweldige sfeer, ja. En dan is er dit weekend ook nog het geheime buitenfeest van Kopjek. En naast mij staat een van de organisatoren, Gerard. Vertel er eens wat meer over. Over het feest? Ja. Ja, we gaan hier het hele weekend lang feest houden. Dat betekent dat onze eigen jongens gaan draaien. Waarschijnlijk wel bekend bij de mensen die op stap gaan in Groningen, in Pantje, Subsonic, eigen feest van ons. Plus we hebben echt hele mooie internationale boekingen. En we staan hier onder een viaduct, zoals je kan zien. Ja. En dat is volgens mij wel een hele unieke locatie in Groningen. En er is iets mee, toch? Het is een geheim buitenfeest, noem je dat? Ja, we noemen het geheime buitenfeest. Dat hebben we gedaan voor de spanning. Ook omdat de locatie gewoon niet bekend is bij mensen. Ja, nu waarschijnlijk wel. En dat is altijd wel typisch Kopjek. We houden locaties meestal tot het einde geheim. En dat vonden we heel mooi hierbij passen, het geheime buitenfeest. En jullie doen dit festival gezamenlijk naast, / met het Gideon Festival? Ja, dat klopt. We hebben het samen opgezet. We hebben helemaal ons eigen ding kunnen doen, ook eigen kaartverkoop. Alleen het is natuurlijk makkelijk om met z'n tweeën wat te doen, dat je de krachten bundelt. Denk aan hekwerken, beveiliging. Dus wat dat betreft zijn we wel een team samen. Zijn er nog kaartjes over voor het weekend? Er zijn dit weekend nog kaarten over, ja. Te kopen via de website, hetgeheimebuitenfeest.nl. En waarschijnlijk ook doen we de deurverkoop. Met het kaartje van ons mag je naar het Gideon-terrein. En mensen met een Gideon-kaartje mogen ook bij ons komen dansen. Kom allemaal! Ja, gewoon komen, kijken, beleven en meemaken. Dat zou ik zeggen.